En dit is onze bijrijder. Het is Leo. Goedemiddag, Leo. Goedemiddag, met Leo Landert. Ja, hoe is Leo vandaag? Het is helemaal prima. Het is een beetje warm, een beetje zweterig. Maar, we zijn allemaal een beetje plakkerig vandaag, inderdaad. Ja. Ja, maar gelukkig is het vrijdag wat beter weer. Wat versta jij onder beter weer? Nou, het wordt wat koeler, dus het is een perfecte weer om naar buiten te trekken. Kijk, is dat ook iets wat je veel doet, de natuur in? Ja, dat klopt. En zeker met de filosofische wandeling. Komende vrijdag is die weer. Dan ga ik met één of meerdere mensen de natuur in of de stad in. Zeg jij nou filosofische wandeling? Hoor ik dat goed? Dat klopt. Ja, dat klopt. Vertel, dus je gaat de natuur in met een groep mensen dan? Dat klopt. Dat kan zijn met één of meerdere mensen, 12 tot 15 hooguit. En de bedoeling is dat door de in de natuur te trekken je open te stellen voor verwondering, tot het systeem tot rust te brengen. En van daaruit de verwonderingswerk laten doen. De verwondering is als je de natuur bijvoorbeeld intrekt, dan kun je mooie zintuigen hun best laten doen. De verwondering zijn werk laten doen, je zintuigen. Ik probeer het even op mijn Netflix te krijgen van hoe dat nou echt in zijn werk gaat. Jij gaat met mensen op pad dan, hè? Dus jij bent een soort van gids, een natuurgids, maar ook eigenlijk een gids, een filosofische gids, of niet? Ik weet een beetje van de natuur, maar mijn specialiteit is meer praktische filosofie. Dus een beetje natuur komt aan bod. Maar het gaat met name om van wat kun je eigenlijk beleven in die natuur, wat voor waarde heeft en wat voor betekenis heeft nou natuur voor de mens. En het blijkt uit heel veel onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken, dat mensen zich een stuk beter voelen op het moment dat ze uit het bos komen. Nou, stel je voor, vrijdag zeg je eens nog is weer zo'n wandeling. Maarten en ik, wij zitten hier in de studio, wij gaan vrijdag met jou wandelen. Hoeveel andere mensen wandelen er doorgaans mee? Hoe groot is die groep? Nou, dat varieert een beetje. Het kan op individuele basis zijn, dat zijn natuurlijk andere gesprekken. Maar als het 12 tot 15 mensen zijn. Zo. Dat is het meestal. Moet ook niet groter zijn dan dat. Want, zeg, het zijn 12 mensen. We stappen met z'n allen door de natuur. Een mooi stuk bos, misschien een heidegebied. Hoe lang duurt de wandeling? Die wandeling duurt een kleine 2 uur. Oké, 2 uur lang wandelen. Dat doe je ook vaak in stilte, denk ik. En dan zo nu en dan, dan moet je toch zorgen dat je met 12 mensen tegelijk niet door elkaar heen praat. Hè? Ja. Nou, dat is dus dan mij om daar een beetje sturing aan te geven. Maar kijk, een filosofische wandeling is natuurlijk ook, die verwondering die staat centraal. Maar waar het om gaat is gewoon net even tot een andere waarneming te komen. Kijk, als je de stad inloopt, al die beelden die we daar krijgen voorgeschoteld, die zijn er om te consumeren. Hè? Reclamebeelden of zoals de architectuur of de bewegwijzering. In het bos is dat niet. En daar, die beelden die daar zijn, die heeft de natuur niet specifiek voor ons bedacht. Hè. De bomen groeien niet omdat wij dat willen. En de vogeltjes fluiten niet omdat wij toevallig langskomen. Die schrikt hooguit omdat hij denkt van, wat een vreemde vogels trekken daar voorbij. Maar dat hele systeem, dat hele systeem van beleven en ervaren, dat betekent dat brengt met zich mee dat mensen tot rust komen. En dat is goed voor de gezondheid. We moeten het gewoon gaan meemaken. Hè? Als mensen nu luisteren denken, dat is interessant. Waar moeten ze informatie vinden op internet? Het handigste is dat op de site denkwijzers.nu. En met een streepje tussen denk en wijzer. Denk-liggend-wijzer.nu. En daar dus meer informatie. En het is altijd wel in de regio Breda, denk ik, hè? Het is wel handig. Er zijn nog een aantal plekken voor komende vrijdag. Het is handig om even te reserveren van tevoren. We starten in het Masbos, vlakbij Breda. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een heel uniek bos. En daar is veel over te vertellen en veel te beleven. Dat komt dan vrijdag. Leo, een toepasselijke plaat van Anouk. Birds. Ja. Dankjewel. Houdoe. Geen dank. Isolated from the outside.